Drie weken na de dobbelrit hadden enkele leden van de evenementencommissie een mooie puzzelrit uitgezet. De weergoden werkten op zondag 11 september beter mee dan tijdens de dobbelrit. Ook was nu weer, zoals altijd, de inschrijving in het cafeetje. Thank you.
Startpunt was in het cafeetje te Sint-Antonis en via diverse grote en binnenwegen ging men via Elst naar Driel. De opdracht in Driel was: welk artikel van het wetboek van strafrecht verbiedt de toegang tot deze stuw in Driel? Antwoord: artikel 461. Opdracht 2. Hoeveel personen mogen er maximaal op het Lekserveer waar we nu op staan? Het antwoord was 170 personen. Dan haal ik even de dingen filmen. Dan de antwoorden. Maximaal aantal personen. Als ik het denk. Bij kasteel Doorwerth moest men de kettingen tellen die aan de toegangsbrug hingen. Het antwoord luidde: 12 stuks.
Op vliegveld Deelen moest men kijken wat de maximumsnelheid was voor bromfietsen. Antwoord was 30 kilometer. In Otterlo moest men het nummer van een telefooncel noteren. Het nummer luidde SP193. In welk jaar is de Gelderse toren tussen Spankeren en Leuvenheim herbouwd? En het antwoord moest zijn 1868. Oh.
Hoeveel molenstenen staan en liggen er bij de watermolen in Eerbeek? En het antwoord moest zijn 2 stuks. Als men de juiste route had gereden, gaf bij terugkomst bij het cafeetje de kilometerteller op de motor 224 kilometer en 350 meter meer aan dan bij het vertrek. In de middag keerde ieder weer terug bij het cafeetje waar voorzitter Bas de prijsuitreiking verzorgde. Vraag 4. Hoeveel personen mogen er maximaal op het veer? Er was 170 personen. Er stond op het veer aangegeven, dus dat was niet moeilijk. Vraag.
7, kan dat? Ben ik al zover? Ja. Hoeveel kettingen hangen aan de toegangsbrug van het kasteel? Kettingen, ja, er waren 12. En even kijken. Dan ga ik vraag 9. Wat is het huisnummer van dit gebouw? En dat was huisnummer 780. De vraag 10. Wat is de maximale snelheid van bromfietsen op deze vliegbasis? Het antwoord was 30 km. Vraag 11. Wat is het telefooncelnummer van deze telefooncel in Otterlo? Dat was nummer 193. Iemand lacht er? Ja. Hoeveel molenstenen staan liggen er bij de watermolen? Dus niet in de watermolen, maar bij de watermolen. Er waren er 2. Niet 4. Vraag 13. In welk jaar is de Gelderse Toren tussen Spankeren en Leuvenheim, hectometerpaaltje 17,3, herbouwd? Dat was in 1868. Goed, allemaal goed? Vraag 14. Ja, wat is de familie... Huh? Wat is de familie Noordgerust kwijt aan Entregeld als zij de bedriegertjes in Roosendaal bezoeken? De familie Noordgerust bestaat uit pa en ma, een vierling van 11, een tweeling van 13. Dat was het antwoord 22. Ja, dat was de, hier staat de 22. Dus. Dan heb ik nog 1 vraag over. Dat is alleen voor degenen die al die vragen goed hadden, die gaan over naar die ronde. Anders 1 vraag fout, dan leg je er al uit. Volg, ja, ik heb het zo doorge. Volg de borden richting Arnhem-Nijmegen. Keizer Karel, Maldenbroek. Hoeveel kilometers heb je vandaag gereden? Het antwoord was 224 kilometer en 350 meter. Dan moest ik het totaal van de vragen weer optellen. 35, 38. En alle antwoorden opgeteld en afgerond op 2 decimalen was 3762,35. Goed? Even kijken. Er hebben vandaag 46 man aan deelgenomen aan deze puzzelrit. Was het ingelegde geld 161 gulden. Dus dan moeten we gaan delen. Komt er niet meer? Dan geef ik het woord aan. Jullie zoeken het maar zelf uit, vecht maar uit. Ja, oké. Okay. Dan de tweede plaats. Die moet het ook met 2 mannen uitvechten. Dus zouden ze denk ik wel mee eens worden. Paul Sezing en Marion Brand. Komen alle 2 dan. Paul wel heel hoog. Paul. Marion, please zelf kwam Paul niet. Dan moet ik het houden. Hoe dat niet te delen. Nee, je hoeft niet te delen. Goed zo. Dan blijft er nog een eerste plaats over. Ik heb net al met hem over gehad, ik wou die kleine weggeven, maar dat mocht ik helaas niet. Hij wou hem heel graag hebben. Ben, misschien kan er hier een verkopen. Ben Vollenberg. Ben, je hoeft niet te delen. Alsjeblieft. Zet maar muziek op. Rondje! Rondje van Pieter Hart. Goed zo. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld toch wie je bent niet meer mee. De toog is van koper, toch ligt er geen loper. De voetbalclub hangt aan de muur. De trekkers die maakt meer lawaai dan de jukebox. Een pilsje dat is er niet duur.
Een mens is daar mens, rijk of arm, het is daar warm, geen monsieur of madame, maar wc. Maar het glas is gespoeld in het helderste water, ja, het is daar een heel goed café.